Hallo allemaal, vandaag is het Monumentendag. Ja, eigenlijk het hele weekend. En ik ben vandaag weer te vinden bij de Slotbosse Toren in Oosterhout. En daar zit ik dan in middeleeuws pak. Ga ik zitten karikatuur tekenen. Dus woon je in de buurt en heb je zin, kom naar de Slotbosse Toren in Oosterhout. En laat je daar een karikatuur van je maken. Wat gaan wij vandaag tekenen? Ja, dat is een goede vraag. Monumentendag. Ja, we gaan iets van een monument tekenen, denk ik. Dat kan natuurlijk een standbeeld zijn, maar dat kan ook een oud gebouw zijn. Ja, Monumentendag, dat zijn eigenlijk oude gebouwen. Of ruïnes. Ja, we hebben al kastelen getekend. Volgens mij hebben we zelfs al een keer een ruïne getekend. Maar ja, laten we iets met Monumentendag tekenen. Doe je mee? Ja, vandaag is het Open Monumentendag en ik zit vandaag te tekenen. Ik ga een karikatuur tekenen in middeleeuwse stijl bij een ruïne hier in Oosterhout. Dat is de Slotbosse Toren. Maar laten we eerst eens even dat logo tekenen van de Open Monumentendag. Er zijn vandaag allerlei monumenten in Nederland open. En ja, dit is dan het logo. En dat is eigenlijk dus een soort oude sleutel. Die toegang geeft tot die oude bouwwerken, die oude monumenten. Er staat hier een M in. Een monument. Nou, ik heb een museumjaarkaart, dus ik kom best wel regelmatig in musea, maar ook ja, monumenten, oude gebouwen. En ja, het is best wel leuk. Maar laten we die Slotbosse Toren eens, hè. Daar ga ik vandaag tekenen. Nou ja, dat is een ruïne. Dat is eigenlijk nog een klein stukje van de toren wat nog overeind staat. En ik ga eens even kijken of ik dat een beetje getekend krijg hier. En die muur is gaat van breed beneden naar wat smaller bovenin. Het was ooit, ja, zeker voor die tijd, 1300... een heel groot bouwwerk. Misschien wel zelfs een flatgebouw of een wolkenkrabber uit zijn tijd. Ja, wat er nu van over is, is alleen nog wat een toren met wat ramen erin. Tenminste, wat er nog ramen. Ramen zijn geen ramen, zijn gewoon gaten. Er zit hier nog een stukje wat je kan zien van een boog zo in de muur. En dit zijn eigenlijk allemaal steentjes zo. Heel snel tekenen. Ja, ik moet natuurlijk zo dadelijk weer aan de slag als karikatuurtekenaar. Tenminste, ik zit er denk ik zelfs al. Maar goed. Vind je het mooi nou in de buurt van Oosterhout? Ik vind het leuk om ook een karikatuur getekend te hebben. Kom naar de Slotbosse Toren in Oosterhout. Daar zit ik te tekenen vandaag. En dan kan je dus een karikatuur van jezelf laten maken. Misschien wel leuk. Nou goed, de Slotbosse Toren, hij zit een beetje verscholen tussen de bomen. Vanaf de weg is hij tegenwoordig bijna niet meer te zien.
De bomen zijn zelfs al een beetje naar boven gegroeid. Boven die toren. Maar goed, hij is te bezoeken vandaag. Dus toegang tot de toren. En de geschiedenis wordt er verteld. En er zijn nog veel meer leuke dingen te doen in Oosterhout. Volgens mij is het klooster ook open vandaag in Oosterhout. Daar kun je ook een kijkje gaan nemen. En ja, als je van oude gebouwen houdt en wil er wat meer over weten en wat dingen bezoeken die anders dicht zijn, dan is vandaag en morgen de dag, of morgen, zaterdag en zondag zijn de dagen dit weekend om je te oriënteren en eens te gaan kijken bij zulke monumenten. Nou, de Slotbosstoren, de sleutel, het logo. Ik zou zeggen, ga zelf ook lekker tekenen en ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.